zijn weer in het Walhalla van de automobiel. Dat is uiteraard AutoWorld en dat is om een bepaalde reden. We komen hier namelijk een verjaardag vieren en wel die van Skoda. Die worden namelijk 125 jaar. En wie zegt verjaardag, feestje, expo en AutoWorld? Ja, die zegt uiteraard ook Leo. En kijk eens, hap, hier is hij ze, Leo in hoogste eigen persoon. Dag Leo. Goedenavond Steven, welkom in AutoWorld. Dank u. Even mijn maskertje uitdoen. We zijn coronaproof. We zijn coronaproof. Skoda. Prachtig, ja. Masker. Dat is al één aspect van Skoda, zal ik maar zeggen. Ja. Maar hier staat een mezzanine vol. Ja. Kan jij ons misschien al 5 hoogtepunten van de expo tonen? Ja, graag. Kom maar even mee. Een kleine bloemlezing doorheen de geschiedenis, waarschijnlijk. Want ik zie wel, ja, Skoda dat gaat precies van heel oud tot modern aan die kant. Dus Skoda begon 125 jaar geleden, in 1895, met de bouw van fietsen. En zoals zoveel fietsenbouwers waren zij niet veel later bezig met bromfietsen. En bijna onmiddellijk daarna, in 1905, waren ze klaar met hun eerste auto, het type A. Ik zie daar, zie daar wel Laurent en Clément staan, dat niet is, Skoda. Ja, inderdaad. Dus in oorsprong waren het twee mannen. Een van beiden was een boekhouder en de andere was een mechanicien. Laurent en Clément. Ze heetten allebei Vaclav met hun voornaam. Ah, oké. Okay. Ja. En die hadden dus het idee om samen fietsen te bouwen, motorfietsen en dan auto's. Mm-hmm. De auto heet voiturette naar het Frans. Ja. Dus lichte auto wil dat zeggen. En inderdaad, voor die tijd was dat een lichte auto met een motor die uit een bromfiets kwam. Ach, twee cilinder van 1000 cc. Okay. Met een zevental pk's ter beschikking. Had dat een beetje succes zo, die Skoda's? Wel, de Laurent en Clémence hadden succes, maar er waren natuurlijk niet veel auto's. Maar ik kan dus zeggen, van dit model zijn er op 2 jaar tijd 44 stuks gebouwd. En dan ging het heel snel. Zij bouwden bijna om het jaar was er een nieuw model. Amai. Of misschien zelfs twee tegelijk, want in 1909 waren ze al aan type G. En ze hebben niks overgeslagen. Dus dat zijn er een stuk of 7. En we hebben een type G trouwens hier staan. Ja. Maar bon. Dat is al een pak groter, hè? Dat is al een pak groter. Heeft al een viercilinder motor. En een kenmerk van die auto's. Ze waren heel stevig. Ze waren goedkoper dan de Duitse wagens. Mm-hmm. En ze waren, waarom waren die steviger? Omdat ze zich richtten op de Russische markt. Ja. En in Rusland waren de wegen nog veel slechter dan in West-Europa. Okay. Toen reeds. Toen al. Maar dit is ook bij ons verkocht dan? Kon je dat ook bij ons in België krijgen? Ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Je moet rekenen, dat was nog het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk in die tijd. Ja. De zaken lagen een beetje anders. Ja. En er waren merken genoeg in onze contreien. Ze moesten daar niet. Ze konden hier niks komen doen eigenlijk. Ja. Goed. Ik denk dat we nu een tijdsprongetje maken. We maken een tijdsprong. Dus in 1925 was er een samensmelting van twee Tsjechische bedrijven, namelijk Laurent et Clément en Skoda. Ja. Skoda was een machinebouwer die ook heel mooie en goede kanonnen bouwde. Die trouwens in de Tweede Wereldoorlog een goede reputatie hebben vergaard. Hun diensten bewezen. Ja. Maar dus Skoda had overwegend kleine wagens. Dus alle Skoda's, als je de geschiedenis bekijkt, dat de zwaarste Skoda's waren 2 liters, maar er zijn er heel weinig geweest. Gewoonlijk zaten ze met 11, 1200 en 1500 cc motoren. Ja. Dus voor die tijd was dat klein. Ze hebben zich ook op de prestigemarkt willen gooien. In 1938 kwamen ze met deze zeer Amerikaans geïnspireerde schuit. De Superb, lees ik hier. Dus. De Superb. Ja, oké. Met een zescilinder van 3 liter. En daarvan zijn er voor de oorlog 113 stuks gebouwd. Oef. En na de oorlog hebben ze de productie opnieuw opgestart en zijn er nog eens 160 gebouwd. Oké. Okay. Dus, en dat was toen alleen voor de apparatchiks, zoals dat heette. Ja. Dat was niet meer voor de
vaklaf met de pet. Nee, want hij ziet er wel Amerikaans uit, maar ik vermoed dat er niets Amerikaans aan is. Dus er is niks Amerikaans. Nee. Het bijzondere is, ze hebben ook een, heb ik dan ontdekt, ze hebben ook een 8-cilinder 4 liter gemaakt. Ja. Maar daar zijn er maar enkele van gebouwd. En het gekke is, de auto was in heel kleine hoeveelheden gebouwd, maar je kon wel kiezen uit 4 wielbasissen. Ach zo? Ja. Oké. Okay. Wat dat dus wel niet voor de goede koop was. Nee. Je zou denken, als je 160 auto's maakt, dat je één model aanbiedt en daar ja. meegedaan. Maar in het communistische Rusland van die tijd waren er wel meer dingen die niet 100% spoorden. Ja. Hè? Nu, ja, bon, dat gaan we van hele grote luxe, maar ik zie dan, zover dat ik mijn oog rechts reik, dat dat alweer wat meer gewoontjes wordt. Ja, natuurlijk. Na de oorlog ging Skoda zich terug richten op wat ze altijd gedaan hadden. Kleine cilinder inhouden, 4 cilindertjes. Maar ik moet wel zeggen, voor de oorlog hadden ze al vrij moderne techniek. Ja. Zij hadden een backbone chassis. Mm-hmm. Dus een chassis met één centrale balk. Ja. Waarop 4 onafhankelijke wielen toen waren al. Bevestigd. Ja, ja, dat hadden ook ze voor... met het idee van slechte Russische wegen? Of... toen waren de wegen misschien al iets beter. Maar Skoda was geen oudbollig merk voor de oorlog. Nee. Okay. Na de oorlog bouwden ze deze wagen bijvoorbeeld. Dat is Tudor. Type benaming 1102. Mm-hmm. Heeft nog die backbone-constructie. En de, het speciaal om weten is... Dit is een cabriolet, roadster, 2 plaatsen. Ja. Die was alleen voor export. Ach, in de binnenlandse markt maakten ze enkel berlinekes. Dus 2 of 4 deurs berlines. En de specialekes, dat waren auto's voor de export, omdat dat de middel was om valuta, om vreemde deviezen binnen te krijgen. En dan export West-Europa, België, Duitsland? Export West-Europa. Dus ja, dit heeft bij ons inderdaad. Ook, dit heeft ook bij ons gereden in kleine aantallen. Maar ik moet dus zeggen, van dat model van de 1102 zijn er in totaal ongeveer 60.000 stuks gebouwd. Toch. Maar op 6 jaar tijd. Hè. Is dit dan, spreken we dan betaalbaar, ook voor Jan met de pet? Dat was toen, niet duur. Ja. Dat was veel goedkoper als een vergelijkbare Opel okay. Ja, het was wel goedkoper. Ja. Zelfs als cabrio, zelfs met een beetje de fun. Ja. Ja. Okay. Maar bon, die werden met mondjesmaat in het Westen verkocht. Ja. Dat is veranderd. Ja. Met de komst van de Octavia. Aha, weer een zeer bekende naam. Ja. Dus in de jaren 50 kwamen ze met de 440 op de markt. Ja. Namen ze zelf deel aan de rally van Monte Carlo om ook in het Westen te tonen, kijk, wij maken auto's die iets kunnen. En eigenlijk de eerste auto die in het Westen echt een grote verspreiding heeft gehad, is de Octavia, waarvan we hier een berline zien en een brek. Ja. De productie van de berline is gestopt in 1964, maar de brek hebben ze nog blijven voortbouwen tot 1971. Ook weer kleine motor, 1200 cc, 4 cilinder, ja. 30 pk, 35 pk, niet meer. Ja. Maar dus het voordeel van de Skoda's, die kwamen op de markt in België, als ik een klein manneke was. En bon, die waren op dat moment technisch echt niet meer mee met de tijd. Maar ze reden en ze waren vooral super goedkoop. De kwaliteit was ook... Dus en zo, dus een handelsreiziger die elke dag de baan op ging, die ging zich dat zeker niet kopen. Maar opa die een auto wou hebben voor 4000 kilometer per jaar, dat was het gerief dat hij moest hebben. Ja. En ook, ja, de brek is in productie gebleven voor, omwille van, door zijn utilitair karakter, had hij dan toch meer succes als de Berlin. Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja. En dan maken we nog een sprongetje in de tijd. Ja. Een grote sprong, want ondertussen in 1993 bedoel ik, is Skoda overgenomen door Volkswagen. Ja. Ze hadden op dat moment al een interessante wagen, met name de favoriet. Mm-hmm.
Ja, die ze laten tekenen hebben. Ze hadden niet slim gedaan. Ze hebben die laten tekenen bij Bertone. Aha, oké. Okay. En daarmee hadden ze een auto die het op de westerse markt veel beter deed als de producten waarmee dat ze tevoren op de markt waren. Maar nog altijd, Volkswagen staat erbij, maar die favoriet is toch nog Tsjechisch, hè? De favoriet is in 1989 door Skoda ontwikkeld. Ja. En de tijd was goed gekozen, de muur is gevallen. Skoda had nu in één keer een product dat succes had op de westerse markt. Dus Volkswagen kwam en ze kochten geen lege doos. Ja, ze kochten, zat in. Ja. Ze kochten een merk dat aan het groeien was, dat een goed product had, waar dat ze eigenlijk heel weinig aan moeten doen hebben. Ja. Ze hebben er een injectie in gestoken uit hun doos, ja, met onderdelen. Wat ze nog liggen hadden. En dat is dan de Felicia geworden. Maar de favoriet, ja, ja, is tot in 1995 in productie, ja, 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 gebleven. Maar dat was nog het Tsjechische en dan met die, ja, met Volkswagen techniek, dat is dan de Felicia geworden? De favoriet heeft dat ook nog gehad. Ah, oké. Okay. De laatste, ja. Okay, ja. En dan is de Felicia gekomen en daar zijn er heel veel van gebouwd. Ja, maar we hebben een buitenbeentje. Inderdaad. Er zijn 4000 Felicia pick-ups gebouwd, waarvan hier een exemplaar dat ons is geleend door de Dietrin Galerie. Cool, hè, die fun. Ja. Beetje, ja, want geïnspireerd op een buggy. Ja, want ja, omdat je zegt dat de pick-up, die herinnert mij als gewoon zijnde het utilitaire, met die fun, ja, dat zijn echt, ja, die banaangele, ja, de vrolijke kleurtjes, ja, binnen en buiten. En leuk aan de auto is, dus hij heeft twee plaatsen en hij heeft hier een achterwand die, ja, wegschuift, die op rij staat, met, ja, sloten en alles. En dan komen er twee zetels tevoorschijn. En dus je kunt met 4 erop uittrekken, maar het moet mooi weer, ja, zijn, want hij heeft geen dak aan de, ja, achterkant. Ja, meer buitenbeentje dan dat we allemaal misschien wel denken. We zijn rond met de 5. We zijn toppers, rond met de 5. Maar er zijn er uiteraard nog veel meer. Hoeveel staan er in de volledige expo van Skoda? We hebben van de oldtimers, hebben we, als ik het goed heb, 21 auto's. We hebben een plateau met racewagens en toch een aantal mooie rallywagens. Ja. Want Skoda is de laatste jaren toch in zijn categorie heel goed geweest. Absoluut, absoluut. En dan staat er uiteraard nog de En dan de hebben we nog een hele lichting, ja, moderne Skoda's. We hebben zelf een Belgische première. Zelfs dat? Ja, de Enyaq. Ja, de Enyaq, inderdaad. De Enyaq, ja, is een Belgische première. Dus, die moest op het salon staan, maar die staat nu in Autoworld. Ja. Dus met andere woorden, er is sowieso veel te ontdekken. Sowieso. Dat mooie kunnen de mensen, want we mogen in deze lockdown-tijden mogen we naar het museum komen. Dus uiteraard. Vanaf wanneer tot wanneer zijn de mensen welkom? Het museum is toegankelijk vanaf... De Skoda-tentoonstelling is toegankelijk vanaf 18 december, 10 uur 's morgens. 'S Avonds sluit het om 5 uur, in de weekend om 6 uur. En de tentoonstelling loopt tot 24 januari. Tot 24 januari, voilà, kijk. Ik zou zeggen, allen naar Autoworld. Alweer niet alleen voor de Skoda Expo, ik herhaal nog even, ook de Mazda Expo van vorige keer, die loopt nog altijd. De Mazda is verlengd. Die is verlengd. Dus die loopt eveneens tot 24 januari. Voilà, dus 2 expos voor de prijs van 1, uiteraard met de vaste collectie erbij. Dus Leo, hartelijk bedankt voor je rondleiding, jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende, zou ik zo zeggen. Dank u wel, tot ziens.